Lekker spelen, kinderen. Ik heb ook al online. En dan is hij maar wat. Overnemen vandaag. Als de lakken. Mooi, hè? Gedaan. Lekker mee. Dat moet echt bij. Goedemorgen! Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Benninghaas, mini-vloggers. En het is vandaag 24 december, ja. Donderdag. De dag voor kerst. En ja, papa en mama waren heel vroeg wakker, want Woezel die begon om 4 uur vanochtend te blaffen. Ja, ik hoorde het. Waarschijnlijk zag die buurtpoes voorbij lopen. Papa is toen maar gelijk gaan wandelen. Ik heb 15.000 stappen gezet. En ja, Luan en Cilla zijn nu ook lekker beneden met Luxie, die speelt daar bij de kerstkribbe. Hallo Luxie! Hallo, Woezel en Pip die liggen daar. Hey, en ik ga even een ontbijtje voor mama meenemen. Ik ga even een ontbijtje voor mama mee naar boven nemen. En dan gaat mama zo meteen even de laatste maand van de jaarmovie editen. Want die komt morgen online. Leuk, hè? Ja. Nou, jullie lekker chillen. Ik ga boven met mama die jaarmovie fixen. En kijk vandaag weer gezellig met ons. Nee. Nou, dat lukt zien. Ben je met de kerstkribbe aan het spelen? En met Pipje? Nee. En met Pipje? Nou, goed. Jullie lekker spelen, kinderen. Lekker chillen. Ik ga mijn liefste mee vanavond. Lekker ontbijtje. Goedemorgen, mijn liefste. Het is bijna 9:30. Ik heb een lekker yoghurtje. En een kopje koffie. Kijk eens. Lekker uitgeslapen. Ik zei dat om 4 uur zijn wakker geblaft, hè, dan Woezel en Pip. Ze hebben een beetje een vroeg ochtendje. Kids zijn lekker beneden. Kindertv aan het kijken. Ik heb voor jou even een lekker jochtje met een kopje koffie meegenomen. Heet smakelijk. 9:30. Lekker uitslapen. Ja, heb jij niet eens zorg gehad, lief? Want toen ik dus naar beneden ging voor Woezel en Pip, ging ik kijken wat er mis was. En voor mij was de buurtpoes in de voortuin aan het spelen of zo. Inemie. Maar toen was ik toch klaar wakker. Toen ben ik om 4:45 gaan wandelen. En raad u hoeveel stap ik heb gezet? 15.000. Ik was om 8:00 thuis. Dus ik heb mijn 15.000 stappen al binnen. Maar ja, mijn dag is dus goed begonnen. Ze hebben wel tv gekregen. Ja, de kids hebben hier tv gekregen. En die zitten nu lekker beneden te spelen. Dus geniet jij maar even van je ontbijtje op bed. Ja. Ja, en ik vertelde dat morgen is het eerste kerstdag. Het laatste maandje van de jaarmovie. Gaat ze zo binnen editen. December moeten we nog even in. En dan moeten we alle 12 maanden aan elkaar gaan plakken. Ik denk dat het 7 uur wordt. Jullie hebben hem al online gezien. Jaarmovie 2020. Ja. Ben ik echt heel lang mee bezig geweest ook weer. Ik heb vanochtend nog gecheckt. Ja. Elke eerste kerst dan komt hij online. Dus morgenochtend 6 uur hebben jullie de jaarmovie. Moeten we vandaag de eerste intro nog opnemen. Ja, moet ook nog doen. Maar eerst december maar even editen. En hopen dat we hem aan elkaar geplakt gaan krijgen. Ja, vorig jaar was het ook heel lastig, toen hadden we 6 uur. Ja. Maar nu wordt hij denk ik wel 7 uur. Hij moest 4 uur uploaden of zo. Maar het is 9:30, we hebben nog tijd. Op het nippertje af. Ja. Kijk vandaag weer gezellig aan ons. Nee. Wij zijn de Benninghaas Familie Vloggers. De hele ochtend, jongens, heb ik vanochtend geëdit voor de jaarmovie de decembermaand. Jullie hebben deze jaarmovie al online gezien. Vanochtend hebben we daar een introotje voor opgenomen. Net gezellig bij de kerstboom. En inmiddels is het alweer middag. De tijd is voorbij gevlogen. De kinderen hebben lekker gekeuveld vanochtend. En we hebben lekker een lekker lunchje op tafel staan met een lekker kerststolletje erbij. Dus eet smakelijk, kinderen. Oké, we hebben net onze lunch op. Ik zit nu dus weer boven. Wat ik nu dus ga doen is het stukje wat we net hebben opgenomen voor de jaarmovie plakken. En al die jaarmovie stukjes die ik de afgelopen maanden heb geëdit, van alle maanden, die ga ik helemaal aan elkaar plakken. En daar een hele lange video van maken. En ik denk dat ik er wel weer op 7, 8 uur misschien wel weer uitkom. Ik heb mijn best gedaan om mezelf een beetje in te houden. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zoiets heb van... Het zijn herinneringen die ik echt voor altijd wil bewaren. En dan is hij maar wat langer. Ik vind het gewoon fijn om het gebundeld te hebben in een jaar. En
Ja, dat het nou eenmaal 8 uur is. Ja, je kunt zoveel uploaden, dus waarom niet? Dus, ik ga snel even aan de gang, want we hopen dat we het vandaag en anders morgen nog online kunnen zetten. Zodat jullie het in ieder geval voor of met de kerst onze jaarmovie weer online hebben staan. Zoals we eigenlijk ieder jaar wel doen. En ja, als je dan niks te doen hebt en je ligt lekker op de bank en je hebt alle kerstfilms al gezien. Kun je lekker de jaarmovie gaan kijken, want dat is ook genoeg te zien. Ik ga snel verder met het editen van de jaarmovie. Is een unicorntjes? Oké, Sil. Ik ga je nagels weer een beetje oppinken. Ja, dit is voor je feit. Nee, maar dat moeten we nog niet. We moeten eerst jouw oude nagellak eraf doen. En dat is voor jou. Daar is dit voor. Lila of lila met roze. Deze. Maar Lila, ik wil 3 verschillende cadeautjes. 3. Nou, deze wil je die? Ik wil deze. En die mag weer terug. En dan wil ik nog deze leuke blauwe. Ja, het moet wel een beetje bij elkaar matchen. Deze leuke geel. Ja, vind je dat niet? Dat is niet echt samen een kleur. Maar ik vind het echt een mooie kleur. Oké, ik doe de camera even iets groter, want hij is niet helemaal goed. Oké, laten we beginnen. Ja, ik heb er net eentje geweest, zoals nu heb ik een roze plaats van geel. Oh, wat is dit dan? Doe maar een beetje mee. Wat is dat? Nagellak. Oh, ik ga je opnieuw. Wat is nagellak? Sorry. Was dat nagellak? Ja. Kijk, altijd zit een plaatjes op en bij deze blauwe, mooie blauwe, zit ook een ruimte ding. Kijk maar goed. Ja, zo'n ruimte. Oh, hoe noem je dat ook weer? Een ruimteschip. Oh ja, een ruimteschip zit hier op. Kijk. En op deze zit een oog. Kijk, op deze zit leuk een kuiken. Nou, oké, we gaan nu wel echt beginnen. Nou, we gaan beginnen. En we laten het je ook zien. Ja. Oké, nou, ik heb al eentje alvast gedaan. De roze. Laat maar even zien. Jongen, turquoise volgens mij heet het. Nee, of paars. Dat is niet wel. Violet. Dat weet ik niet, ik weet niet zeker naam. Ook. De paarse. En nu? De blauwe. De gitterblauw. Of wil je deze gewone blauw? Nee, deze is. Maar dat vind ik niet leuk. Doe deze. Ja, niet zo. Oké, en deze glitter donkerblauw. Oké. En nu doe ik een roze. En dan weer de paarse. Niet roze. Of wil je dat hier paars gaat? Dat het zo. En daar weer roze. Dat vind ik wel mooi. Oké. Ja. Nou, en zo gaan we door. En nu gaan we weer de roze. Ja, oké. Nou, wij gaan het even afmaken. Ja. Zo, ik kom eens even kijken hoe het hier beneden is met Leon en Lucilla. Ze zijn lekker bezig. Volgens mij hebben jullie al wat gezien, want hadden ze al wat gevlogd. Ja. Ja, ik ben nog steeds heel erg druk bezig met de jaarmovie, jongens. Het is zoveel werk om al die bestanden op de laptop te doen. Dat hij ook iedere keer vastloopt. Dat hadden we vorig jaar ook. Dat hij iedere keer vastloopt, omdat het echt uren beeldmateriaal is van de best hoge kwaliteit. Dat moeten we allemaal aan elkaar plakken. En dan moet het programma in iMovie, ik edit in iMovie, die moet dat helemaal schrijven, aan elkaar plakken.
Dat wil nog niet zo lukken. Dus Daniel is nu ook even bezig weer. Want hij liep vast. De laptop liep vast. Dus Daniel is nu even bezig aan het fixen. En dan ga ik zo meteen weer verder. Dus ik zou Lorisilla, willen jullie een beetje de vlog overnemen vandaag? Ja, ja hoor. Want anders wordt het niet heel veel wat met de vlog van vandaag. Niet dat het heel erg is. Maar volgens mij hebben we Lorisilla genoeg te doen vandaag. En dan nemen jullie vandaag even de vlog over. Goed? Ja. Vind je dat leuk? Ja. Ja? Oké. Okay. Het is heel lastig zelf je nagels te lakken. Ja, maar als je zo'n broer hebt die dat leuk vindt, is dat wel heel handig natuurlijk. Ja, het ziet er ook nog leuk uit, Sil. Echt een regenboognageltjes. Ja. Heel erg mooi. Maar eigenlijk wil ik allemaal mijn kleren doen, maar ik had maar zoveel nagels had ik ook niet. Zoveel nagels had ik ook niet meer nee. Om nog een geel bij te doen. Je hebt maar 10 vingers, hè? Ja. 10 nageltjes. Oh ja, Silla gaat nog even make-upje doen. Weer roze, Silly. Maar heel moeilijk, want ja, moet je dat, helpen? Ik moet dat ook vasthouden, dit. Kun je dat recht doen? Wil je weer roze? Als niet toch... een keertje blauw? Blauw? Blauw. Of turquoise? Is niet turquoise. Roze. Oké, maar ik kan ook één roze en één paars. Oké, wil je zien? En één roze en één blauw. Doe maar. Oh, het gaat niet. Oh, stop, stop. Er zitten. Moet je helpen anders? Goh. Ja, aan 3 graden. Wauw. Ik hoop dat de andere roze, ja. Want dan is het niet zo mooi. Ook de andere roze? Nou, en ik heb nu Silla gedaan. Heel mooi. Nou, en wij gaan even de honden uitlaten. Ja! Ze zat op mijn schoot. Nou, oké. Okay. Mijn spullen zijn klaar, die chillen nog heel even. En wij gaan de schoenen en de jas gaan doen. Ja. En... de sjaal. En dan gaan we lekker een groot rondje samen wandelen. Ja! En oh ja, we nemen jullie natuurlijk mee. Nou, ja, we zijn er. We zijn hier buiten. Zullen we zijn kinderwagentje meenemen? We gaan even een rondje wandelen. We hebben het ook, hè? Zo. Los. Los. Zo. Kijk, nou, wij gaan even lekker een rondje wandelen. Nou, Woesel die wou toch echt niet wandelen. Dus die ging maar vanzelf naar huis. Hij weet de route wel. En wij, Pip, ik en Lucilla. En de pop, ja. Dat moet echt bij. Die gaan nog. Kom maar. Ik heel snel. Silla. Rustig lopen. Anders wordt de pop helemaal gek. Haal ik van snel. Nou. Nou ja, die laat ik maar even. Nou, en dan gaan we rustig lopend naar huis toe. Zo, nou. We zijn weer thuis. En we gaan nu lekker naar binnen. Hoe zo pup zijn er ook. Ja. En nu gaan we naar binnen. Daar zijn we weer. Dus Pip, kom dan. Geen idee wat voor vlog dit is gaan worden, jongens. Die kinderen hebben een soort van vlog overgenomen vandaag. Ik heb geen idee... Oeh, de label. Geen idee wat ze allemaal hebben gefilmd. Dat ga ik straks wel zien als ik weer ga editen. Het is overigens nog steeds niet gelukt met de jaarmovie. Daniel is nog steeds boven hard bezig alles op tijd... online te krijgen, maar het is nog gewoon lichter met een uitdaging achter de schermen. Ik ben inmiddels even lekker aan het wokken. Lekker, woep! Was die handig? Een lekker wokje erin. Dan kunnen we zo meteen lekker aan tafel. Wat kom je doen? Lucie heeft inmiddels ook lekker haar slaapje gedaan. Heb je het erop? Nee, en Lucilla en Luan die hebben net de honden uitgemaakt, als jullie het willen zien. Hartstikke fijn. Dat we zo even meehelpen. Nee, niet jij. Jij hebt een slaapje gedaan.
Jongens, Silla heeft even lekker honden uitgelaten. En dan zien we morgen, ja, morgen trouwens, over morgen gesproken. Morgen is het voor ons eerste kerstdag. Dus dat wordt weer een hartstikke gezellige vlog morgen. Dus dat is sowieso weer een nieuwe vlog voor jullie. Maar wij gaan zo lekker eten in bad en in bed. En ik ga deze vlog ook nog editen. Na al het edit met het DR-movie ook nog deze vlog. Dus ik denk dat voor Daniel en mij wel late uurtjes worden vanavond. Maar dat maakt niet uit. Want morgen is het kerst, jongens. Zullen we even de vlog afsluiten? We sluiten de vlog lekker af voor vandaag, jongens. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even een duimpje. Klik op het belletje. En we zien jullie morgen weer in de nieuwe vlog. Dankjewel voor jullie input vandaag, hè. Ja. Doeg. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf niet staan.